Het kasteel stijgt alweer op. Is het Bowser's kasteel? Nee, dit is niet Bowser's kasteel. Dit is Bowser's vliegtuigding. Nu gooi ik Mario even weg. Hij heeft nou toch geen nut meer. Oh, dat ga je doen met je toverstokkie? Oh my gosh, ik... No! Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Paper Mario video. Hallo! Ja, Piet is er ook weer bij. In de vorige video hebben jullie namelijk zoveel gezegd dat jullie Piet leuk vonden. Leuker dan jij! Nou, dat weet ik zo net nog niet. Laat het even weten in de reacties. Ik ben een beetje bang voor dit antwoord. En doe de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan gaan we beginnen, Piet. In de vorige video zijn we dus naar beneden gevallen uit Bowser's kasteel. En zijn we beland in Goomba-dorp. We hebben alle Goomba's ontmoet in de vorige video. En nu kunnen we hier door... dit hekkie. Ja, en dan gaan we op zoek naar Toadstad en naar de bijzondere sterren. Het hek is namelijk nu gemaakt. En als we de weg recht vooruit nemen, dan komen we vanzelf in Toaddorp. En dat is de stad waar Princess Peach kasteel normaal gesproken stond. En het Shooting Star Conclave, die is daar ook ergens. En daar moeten we naartoe. Ze vinden het allemaal jammer dat we hier niet kunnen blijven. Ze wensen ons ook allemaal succes. En Oma van Kamek, die komt hier ook naartoe vliegen. Ja, dit is de handlanger van Bowser. Zij is niet te vertrouwen. En zij zegt, ha, ja, mijn instinct, dat zat goed. Mario, ik kan niet geloven dat je nog steeds op je benen staat. Nadat Bowser je zo in elkaar heeft geslagen. Pak Bowser! Piet, jij bent een kwade plant. Jij bent Team Bowser normaal. Nu niet meer. Oh, nou daar ben ik wel blij mee om dat te horen. Piet support ons gewoon. De oma van Kamek kwam even hier naartoe om even te checken wat er allemaal gebeurt. En die Goomba die vraagt, wat is dat, papa? Wat is dat voor een raar vliegend ding? Raar, jij stomme kleine. Ik ben de hele mooie Koopa met een hele mooie naam. Cammy Koopa. Oké. Okay. Dus niet Kamek, maar Cammy. Ik noem je gewoon oma. Oma Koopa. Ik zou willen dat ik de tijd had om jou een lesje te leren, jij kleine schooier. Maar nee, Mario, je moet dit horen. Je kan Princess Peach niet meer redden. Zoals je hebt gezien is koning Bowser supersterk. Veel sterker dan jij. En hier is een cadeautje van Bowser. Oh, 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 oh. Rustig aan. Wat is dat? Oké, ja, een blok. Mario, je zal knielen en huilen voor de veranderingen die koning Bowser maakt. Jouw wereld is nu onze wereld. Dag oma, doei. Papa Goomba zegt, potverdorie, ik had net het hek gemaakt. Hoorde je wat Cammy Koopa over de prinses zei? Dat klonk niet goed. Ik hoop dat er niks gebeurd is met haar. Wat? Bowser, die is weggegaan en heeft Prinses Peach alweer gekidnapt? Ongelofelijk. En nu moet jij naar de Shooting Star Summit om haar te helpen, toch? Dit zou een probleem kunnen zijn. En de kleine Goomba met de strik in haar haar, die zegt, mijn papa, we moeten toch iets doen. Mario moet de prinses redden. Niemand anders kan dat doen. Zegt papa. Oh, ik heb een idee. Misschien kunnen we dit blok kapot maken met Goompa's grote hamer. Volgens mij heeft hij die hamer nu nodig om de veranda te maken. Ga het even aan hem vragen. Is goed, jongen. Ik ga even naar opa op de veranda. Opa! Ik klim even over de tafel, ja. Wat gebeurt er? Nee! De veranda is weg! Wat is dit opeens? Lekker dan. De veranda die ligt hier beneden in puin zo te zien. Oh, dit is wel een zachte landing. Dat is wel chill. Best wel chill dat we papieren Mario zijn. Dan vallen we niet zo hard. Hallo? Opa, wat is er nou gebeurd, jongen? Opa zegt, oh, mijn rug doet pijn. Wie is dat? Ben jij dat, Mario? Ik herinner me een grote knal en de veranda die is naar beneden gevallen. Ben jij ook gevallen? Je stapte zeker uit de deur en belandde zo hier op de grond, hè? Nou, gelukkig zijn we allebei oké. Alleen ja, dit blok staat in de weg. We kunnen niet naar huis. Dit blok zou hier niet moeten staan. Maar nu is het een probleem. Hamer, meneer. Hamer, heb je je hamer bij je? Gun me je hamer. Hij zegt, ja, ik heb een hamer. Daarmee was ik de veranda aan het maken. Die moet hier ergens zijn. Nee. Nou, misschien, ik heb hem niet meer bij me, maar misschien ligt hij hier. We moeten hem gaan zoeken. Oké, is goed. Oh, we gaan samen. Is goed, opa. Misschien hierin. Nee, dit kunnen we nog niet openmaken. Misschien moeten we hier naartoe. Hallo? Is hier ergens een hamer? Opa zegt van wel. Dit is hoe die eruit ziet. Misschien ligt hij in de bosjes. Als er een uitroepteken voor komt, dan moeten we even op A drukken om in de bosjes te kijken. Hier misschien? Oh, nee, muntje. Hier misschien? Nee. Hallo? Ja, hier is de hamer. Lekker, man. Nu kunnen we hameraanvallen doen. En daarmee kunnen we die blokken dus kapot maken. Jee, lekker. Oh, wow. Opa rent opeens weg. Oh, opa krijgt klappen, jongen. Wat gebeurt daar?
Yo, wat ben jij dan? Hij zegt, yo, wie zijn jullie? Ik speel hier altijd, jullie idioten. Niemand mag hier naartoe zonder mijn toestemming. Niemand! Ik ben de meester junior troepa. Zo, dat klinkt wel sick. Ik ben benieuwd of dat ook echt sick is. Mario, dit is junior troepa. Hij is de baas van deze gang hier zo. En hij is gewoon een pestkop. Maar eigenlijk zou je hem heel moeten kunnen verslaan. Want eigenlijk is het gewoon een chappie. Oké, let's go. We kunnen dus springen en we kunnen hem met de hamer slaan. Laten we springen. Op zijn hoofd. Laten we dat eindje even kapot maken. 1 HP damage. Hij zegt, goede move. Ga door. Nee, niet mij slaan, jongen. Ik wil met mijn hamer. Let's go. Hoeveel pijn doe ik hem met mijn hamer? Hoppakee. Oké. Hoe vaak gaan we dit doen? Gaan we weer springen? Hij is kapot. Oh nee, hij wordt nu pas warm. Oké, rustig. Hier jongen, lekker voor je. Opa zegt, Mario, je hebt hem bijna. Kom op, ga door. Maar junior troepa zegt, ja, hier vraag je om. Dit is mijn speciale aanval. Volle kracht. Oh, auw. Oké, dit was een super jump. Pak hem, Mario, maak hem kapot. Is het? Ja, kijk, hij is kapot. Lekker, doei, mazzel. Ik heb nu sterrenpunten blijkbaar. En je krijgt sterrenpunten voor elke keer als je een vijand verslagen hebt. En als je 100 sterrenpunten hebt verzameld, dan ga je een level omhoog. Oh, dat is super nice. Oké, goed om te weten. We hebben gelijk 20 sterrenpunten. Lekker. Shoot, ik was aan het winnen. Ik kom nog wel een keer terug, Mario. Oké, ben je alweer terug? Oké, maar nu ga je weer. Oké, doei. Ja, ik heb alleen maar 5 HP nu. Dat is niet zo chill. Oké, we gaan dit grote blok kapot slaan. Oh, kijk hier, hartje. Yes, hartje. Nu hebben we weer 10 HP. Lekker. Dat hadden we even nodig. Wat is dit voor de superblok? Deze kunnen we niet kapot maken. Hebben we denk ik een sterkere hamer nog voor nodig. Ik denk dat we hier naar boven kunnen trouwens. Laten we proberen. Oh, ja, lekker. Top. Oh, een vuurbloem. Hiermee kunnen we enemies slopen. Dat doet 3 HP damage. Lekker. Ik denk dat we die wel eventjes moeten bewaren nog voorlopig. Kijk, Mario. Er zijn overal Goomba's. En deze Goomba's die zijn trouw aan Bowser. En als ze je zien, dan gaan ze je aanvallen. Nou, dan moeten we dus zorgen dat ze ons niet zien. Kunnen we op hun hoofd springen? Ja, kijk. Als we op hun hoofd springen, dan krijgen wij de eerste aanval gelijk. Dat is top. Ik ga geen item gebruiken, want ik verwacht dat dat nog niet nodig is. Kijk, een Goomba heeft ook maar 2 HP'tjes. Lekker. Helemaal goed. Dan kunnen we zo wel makkelijk die Goomba's verslaan. Dat is top. Oh, dat is een Goomba met stekel. Kan ik die met mijn hamer zo... Ja, kijk. Die kan ik zo met mijn hamer slaan. Bam. Lekker. Ja, daar moeten we dan natuurlijk niet op springen. Daar moeten we gewoon met die hamer een klap op geven. Op je bakkes. Hopse flotsie. Lekker. Oh, daar krijgen we ook allemaal dingen van. Zo, ik weet niet wat ik allemaal kreeg. Maar een wolkie en nog meer dingen, muntjes. Hier hebben we een vliegende Goomba. Hoppakee, die kunnen we ook slaan. Oh, dit zijn er 2 ook. Nou, eerst gaan we die voorste Goomba even slopen. Want die is dan gelijk kapot. Hoppakee, die is dan weg. Lekker. Oh, daar worden we aangevallen, ja. Maar die kunnen we dus niet raken natuurlijk met de hamer. Dan moeten we gewoon zo erbovenop springen. Oh, is die ook al kapot? Nee, die leeft nog. Kijk hem aanvallen, jongen. Pak hem hoor, Mario. Laat hem niet zo stoer doen. Lekker dit. Ondertussen hebben we 31 sterrenpunten. Ja, ik wil graag gewoon een level omhoog. Dat zou best wel lekker zijn. Maar even kijken hoor, moeten we hier naartoe? Ik denk het wel, maar ik ga eerst de andere kant op. Even kijken wat hier allemaal is. Oh, nu heb ik niet de eerste aanval. Hij liep tegen me aan. Zou wel lekker zijn als ik gewoon met mijn hamer soms ook 2 HP damage doe. Maar volgens mij hebben we niet critical hits of zo in deze game. We moeten gewoon lekker zo bam met die hamer op zijn bakkes. Klaar. Doei. 2 sterrenpuntjes erbij. En door. Oh, een mushroom. Met de mushroom krijgen we 5 HP erbij. Dat is ook wel lekker om te hebben. Oké, hier staat nog een boom. Kunnen we even tegenaan slaan voor muntjes. Deze kant op. Oh, hier ligt wat. Een starpiece. We weten nu nog niet waar een starpiece voor is. Daar komen we blijkbaar later pas achter. Maar ik denk dat het wel nuttig is dat we deze hebben verzameld. Lijkt echt op een item uit Pokémon eigenlijk. Oké, let's go. We gaan hier naartoe. Zijn we dan al bijna... Ja, we zijn eruit. Opa zegt, maak je geen zorgen kinderen. Hier ben ik. Dank je. Dankzij Mario ben ik weer teruggekomen. We zijn er weer, joh. Hallo, kinders. Die roze Goomba die is aan het huilen. En de Goombario vraagt, waar was je opa? Ik heb overal gekeken en wow, jullie zijn allebei van de veranda verdwenen. Ze waren allemaal zo bezorgd. Opa maakt ze excuses. Dit was allemaal niet de bedoeling. Doe maar rustig aan. Ik ben veilig. We zijn er weer. Je hoeft niet meer te huilen, hoor. En Goomba die zegt, ik heb besloten om je wat te geven, Mario. Wacht even. Ik ga het even pakken. Oké, is goed. Ik zie je zo. Goombario vraagt...
die zegt... Hé, jij verslaat altijd al je vijanden. Sport jij of zo? Hij studeert zelfs zelfverdediging door boeken te lezen... die geschreven zijn door de meesters en te luisteren naar opa en vader. En ik train elke dag zodat ik net zo sterk word als jij. Ik krijg nu al grote spieren. Opschepper! Ah joh, hij zit gewoon een beetje te trainen. Daar is hij gewoon trots op, Piet. Laat hem met rust. Ik vind hem leuk. Ik vind Goombario tof. En hij zegt mij, mijn hoofd is vooral super hard. En als ik mijn headbonk move doe, dan doet dat super veel pijn. Opa zegt, sorry dat ik je heb laten wachten, jongens. Geeft helemaal niks, joh. We waren gewoon lekker aan het chillen. Wat heb je voor cadeautje voor mij, opa? De Power Jump Badge. Daarmee doe ik meer damage als ik op iemand zijn hoofd spring of zo. Opa zegt, dit is een badge. En als je deze draagt, dan doe je inderdaad meer de pijn aan je tegenstanders als je springt. En die kunnen we hier in een minuutje aanzetten. Volgens mij kunnen we er 3 aanzetten. En daar hebben we flowerpunten voor nodig. Bloemenpunten. Oh, oké. Okay. Daar zijn die bloemen blijkbaar voor die we net gevonden hebben. En we mogen ook de haberdog meenemen. Nou, dat is allemaal super aardig. Goombario zegt, nou, je mag op avontuur. Je hebt zoveel geluk. Ik wil ook een avonturier zijn. Goombaria ook, het zusje ook. En opa zegt, oh, Goombario, misschien is je timing wel perfect, want je bent geen kind meer. En dit zijn kwade tijden. Hou Mario anders gezelschap. Yo, gaat Goombario met mij mee? En Goombario zegt ook, wat? Echt? Mag ik mee? Echt? En serieus? Oh, ja, ja. Mario, hier krijg je geen spijt van. En Goombario, die gaat gezellig met ons mee. Ja, nice. Hij kan mij vertellen hoeveel HP het tegenstander heeft, maar hij kan ook zelf aanvallen. Nou, dat is superleuk. Opa gaat terug naar huis. Die gaat even een tukkie doen. Doei. Dit is zo cool, Mario. Laten we gaan. Maar wacht. Ik ga eerst je HP nog even fixen. Misschien moet je even uitrusten in je huis. Ja, en misschien moet ik die badge weer even aanzetten. Want die hebben we blijkbaar weer uitgezet. Zo, hoppakee. Dan gaan we nu even slapen voor die 1 HP. We hebben inderdaad 5 flowerpunten, zoals je bovenin kon zien net. En ik denk dat ik even met Toad moet praten. Om lekker een turkey te gaan doen. Ja, zeker. Oh, oké. Okay. Goombario, die gaat lekker, denk ik, naast Mario liggen of zo. Die sprong in Mario. Helemaal goed, joh. En dan zijn we klaar voor de rest van ons avontuur. Yay! We hebben de hamer. Goombario is bij ons. We kunnen dit blok kapot maken. En de vader zegt zo, probleem opgelost. Hou je hoofd cool en veel succes. Nou, dankjewel, joh. Oh, wat is dit voor bord? Beware of Goombas. Oh, oh, wow, 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 wow. Die was super gemeen. Oké, okay, doe maar even je headbonk aanval, jongen. Wat ziek idee. Lekker bezig, joh. Dan pak ik hem wel met mijn hamer. Heeft deze ook 2 HP? Deze heeft ook maar 2 HP. Deze Goombas, die gaan lekker snel kapot. Dat was echt wel een goed trucje. Gewoon in dit bord gaan zitten. Hallo, hallo. Even al die Goombas uit de weg ruimen. En dan kunnen we door hier naartoe. Muntjes pakken. Flying Goomba. Die maken we ook even kapot. Zijn er weer 2, hé? Ik zal eerst alvast even die achterste zo naar de grond halen. En mag Goombario het afmaken met zijn kopstoot. Lekker, man. Hoppakee. En dan gaan we door. We gaan verder het dorpje in. Ik wil eigenlijk mijn items nog niet gebruiken als het even niet nodig is. Maar zo langzamerhand verliezen we wel wat HP. Na deze battle hebben we nog 6 HP over. Want deze Goomba die gooit ook weer even een kopstootje. Hoppakee. Ah, we kunnen nog wel wat battles doen. Wat is dit voor rood blok? Wat is dit? Een close call badge. Als Mario in gevaar is, oh, dan falen de tegenstanders om aan te vallen. Lijkt me vrij handig om die badge ook even aan te zetten. Zo, hoppakee. De tweede badge is al binnen. Oh, nice, nice. Is dit een paddenstoel? Komt die hieruit? Ja, lekker. Krijgen we 5 HP van terug? Die gaan we straks wel nodig hebben. Oeh, dit zijn 3 vijanden. Oké. Okay. Ik ga denk ik even een power jumpy doen op 1 Goomba. Die is dan gewoon in 1 keer kapot. Kan jij hem ook in de lucht raken? Ja, lekker. Heel goed. Hoppakee, deze battle is ook weer klaar. Hier krijgen we 9 sterrenpunten voor. Lekker. Ah, ik denk dat ik nu... Oh, ik krijg 1 HP erbij. Lekker. En... Oh, hier hebben we ook hartjes. Ja, superlekker. Dan hoef ik mijn items niet te gebruiken. Heerlijk. Hey, hey, hey. Stop daar eens. Wacht even. Jij ziet er verdacht uit. Niet bewegen. Wow, dit zijn heftige Goombas. Hier kan jij niet langs, meneer. Dit is een bevel van de Goomba King. Je kan hier alleen langs als je ons weet te verslaan. En dat gaan we proberen in de volgende aflevering. Als je dit vet vindt, jongens, blijf vooral kijken. Ik heb het onwijs naar mijn zin met deze video's. Ik hoop jij ook. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!